Hallo, het is tijd. Tijd voor een eerste update. De eerste editie van de bestseller 60 is namelijk gepubliceerd. Week 1 van 2022. Ondertussen staat er in de NRC een artikel waarin de directeur van de CPNB een nieuwe ontwikkeling herkent. De verbestsellisering. Ik kan het amper uitspreken. Makkelijker is de bestselleritis, want dan voelt het een beetje alsof we er nog van af moeten. Alhoewel je kunt afvragen of de bestselleritis niet gewoon een onderdeel is van de populaire cultuur. Maar goed. Diezelfde CPB laat dit jaar overigens het kinderboekenweekgeschenk schrijven door twee buitenlandse auteurs, die van die waanzinnige boomhut. Niet omdat ze de Nederlandse literatuur vertegenwoordigen en niet omdat ze waanzinnige boeken schrijven, maar omdat ze gewoonweg heel goed verkopen. Het kinderboekenweekgeschenk moet dus op voorhand een bestseller zijn. En daar kun je wat van vinden. Dat doe ik althans. Maar we gaan naar de lijst. Kijk en tel met mij mee. Op nummer 1 staat dat smerige feel-good boekje over de jongen, de mol, de vos en het paard, waar half Nederland week van in het hart schijnt te worden. Een soort holle paradoxe porno voor kleuters. En vertaald, dus daar heb ik als lezer des vaderlands niets aan. Op zoek naar Nederlandse fictie. Kijk, op nummer 2, Ik ga leven van Lale Gül. Een echte bestseller en daar is niks mis mee. Staat genoteerd. Amalia sla ik even over. Of iemand moet mij ervan willen overtuigen dat het literair interessant genoeg is. Even kijken, scrollen we door. Op nummer 8, Fortuna's kinderen van Annette van der Zijl. Ja, dat is wel non-fictie, maar ik schaar Van der Zijl wel onder de literaire schrijvers onder ons. Niets mis mee, klaag me maar aan. En kijk, op nummer 10, een graphic novel. De filosoof, de hond en de bruiloft. Nieuw in de lijst van Barbara Stok. Dat maakt nieuwsgierig. En dan wat zelfhulpboeken. Even kijken, Kruispunt van Jonathan Franzen. Ja, dat is geen Nederlands literatuur, maar wel heel goed. 21, Wen er maar aan van Maaike Meijer. Die staat al een tijdje in de lijst. Kijken, sinds 2020. Dus dat is al een tijdje. Op nummer 25, Rust en Vreugd van Hendrik Groen. Die kennen we. Op 26, Nachtvorst van Suzanne Vermeer. Dan non-fictie, Max Verstappen. Nog wat non-fictie. Kinderboek, Omdenktroep. 48, De Zonderwaard van Simone van de Vlucht. Op nummer 51, Honden voor het Leven van Arthur Japin. Ik ben een kattenman, dus dat wordt interessant. Dan wederom een boek over Max Verstappen, Harari. We gaan koken. Op nummer 59, De Nachtdienst van Esther Voef. En op nummer 60, Vijf Vrolijke Verhalen van Adriaan van Dis. Ik kom tot totaal tot 10 boeken. Nog geen topresultaat. Maar hey, vorig jaar begon de eerste week met 8 boeken die onder mij niet heel geheel keiharde regels vallen. Ik heb de uitgeverijen gemaild. Direct 2 reacties ontvangen. Dankjewel, Atlas Contact en Meulenhof Boekerij. Dus hopelijk kan ik morgen beginnen met lezen. En de andere uitgeverijen, deze hier. Laat snel wat voor je horen. Nog even qua logistiek. Ik wil op volgorde van de meest recente binnenkomst gaan lezen. Dus voor de vorm heb ik het jaar en de week er even in mijn overzichtje bij gezegd wanneer ze voor het eerst in de bestsellerlijst verschenen. Maar goed, het eerste boek dat op mijn mat valt zorgt eigenlijk voor de meest praktische volgorde van lezen. Waarschijnlijk is het allemaal niet zo heel boeiend voor jou als kijker thuis, maar dan heb ik het voor mezelf tenminste even op een rijtje gezet. Tot slot, ik ben ook nog een beetje aan het tellen geslagen met de lijsten van het afgelopen jaar. En er vallen wel wat interessante dingen op. Maar de meeste weetjes en cijfers wil ik nog wel even bewaren voor de komende weken. Maar wat ik al wel kan doen, is een aantal voorspellingen doen van wat ik dit jaar sowieso zou moeten gaan lezen. Ik heb deze eerste week ook gelijk mijn eerste Suzanne Vermeer te pakken. Die staat elk jaar, heb ik al gezien, zo'n beetje met 4 en soms zelfs 8 boeken in de lijst door het jaar heen. En ongetwijfeld gaan hier meerdere ghostwriters achter verscholen die voor elk seizoen wel een Vermeertje eruit poepen. En wat je misschien niet weet is dat de oorspronkelijke Suzanne Vermeer, pseudoniem van Paul Goeke, die overleed al in 2011. Suzanne Vermeer is een beetje de topper van de bestseller 60 en die stond de afgelopen 10 jaar met maar liefst 35 verschillende boeken in de bestsellerlijst. En dan hebben we ook te maken met de kopie van Suzanne Vermeer, namelijk Linda van Rijn, die duidelijk de kunst van het boeken maken in seizoenen van Vermeer heeft afgekeken. Die auteursnaam werd gestart in 2012, inclusief een publicitaire stokfoto op de website. En Van Rijn is goed voor 3 tot 6 boeken per jaar in de bestsellerlijst. En afgelopen 10 jaar verschenen er 25 verschillende titels
in die lijst. En dan hebben we nog Esther Verhoef, Simone van de Vlucht, Saskia Noord en Loes ten Hollander. Zij bevolken zo'n beetje alle, maar wel steeds minder vanzelfsprekend, de bestsellerlijst. We zijn al bijna 2 decennia een land dat houdt van spannende verhalen, het liefst geschreven door vrouwen of door vrouwelijke auteursnamen. Een opvallende uitzondering zijn de baantjeboeken, ook elk jaar aanwezig in de lijst, die sinds 2015 van de hand komen van Peter Reumer. En het grappige bij de baantjeboeken, vind ik, is dat ze voor mij een redelijke vaste fanclub hebben. Ze verkopen de eerste week altijd gelijk heel erg goed en dan binnen 6 weken verdwijnt dan het boek weer uit de lijst. Peter Reumer met zijn baantjeboeken is goed voor 2 tot 3 boeken per jaar. Tot zover deze vooruitziende blikken. Meer feitjes komen in de volgende video's, maar nog veel belangrijker, dan komen ook de boeken met de ongezouten, maar gepeperde mening van de lezer des Vaderlands.